Dag Sharon, we staan hier op de persvoorstelling van Miss Illegaals. Stel je eens even voor, alsjeblieft. Ik ben Sharon, ik ben 23 jaar en woon samen met mijn vrienden in de Roeselaren. En wat doe je dan eigenlijk daar in de Roeselaren? Ik ben te werk gesteld in een supermarkt als filiaalbediende. En is dat leuk? Ja, dat is heel leuk. Het is vrij afwisselend en ben onder mensen, maar ben zelf ook sociaal. Dus dat is een aspect dat mij zeker aanspreekt in de job. Hoe komt het dan dat je zo hebt ingeschreven voor Miss Illegaals? Ik heb nog een andere missverkiezing gedaan en daar heb ik een andere finaliste van nu ook leren kennen. En eigenlijk hebben we samen beslist om ons in te schrijven voor Miss Illegaals. Ja, ja. De verkiezing is ook heel familiaal, het draait niet echt rond uiterlijk, maar ook rond innerlijk. En dat sprak mij echt aan Miss Illegaals. Ja, dus je gaat echt het avontuur aan zo'n beetje? Ja, een nieuw avontuur. Ja, ja, dat is wel leuk. Ja. Hoe ben je met Miss Illegaals in contact gekomen? Ik volgde Elke al even van de vorige verkiezing. En zo hebben we samen gezien dat ze Miss Illegaals een nieuw leven inblies. En dat een beetje beginnen volgen en dan toch beslist om ons in te schrijven. En wat vinden jouw vrienden en je familie daar nu van dat je zo meedoet? Mijn oma en opa zijn hier ook vandaag. Die zijn heel fier dat ze dat nog mogen meemaken. Ja. Dat hun kleindochter finalist is. Ja. Ja, dat is wel leuk als ze zich glunderen. Ja. Mijn mama en papa zijn op reis. Maar ja, ik ben zeker dat ze aan het meevolgen zijn. Live via de Skype of zo. Dus iedereen staat wel achter mij. En ik heb al veel steun en toeverlaat. Wat wil je in het leven bereiken? Binnen 5 jaar, waar wil je dan staan? Ik wil graag huisje, tuintje, kindje. Ik wil vast op mijn voetjes staan en gewoon genieten van het leven en zien wat dat er op mij afkomt. Ja. Elk avontuur aangaan en ieder nieuw begin misschien wel. Ga je graag op reis bijvoorbeeld? Ja, ik ga graag op reis. Wat is je favoriete bestemming? Een warm land, waar ik kan aan het zwembad liggen en een kleurtje op doen. Dus je gaat op reis om op aan het zwembad te liggen? Ik zie ook wel graag iets, maar wij hebben zo het moment dat we citytrips doen en we hebben dan onze eigenlijk grote vakantie. En de grote vakantie is gewoon relaxen. En als we op citytrip gaan, dan wandelen we kilometers om alles gezien te hebben. Ja. Dus een beetje van de twee. Ja, inderdaad, dat is wel leuk. Zeg, als ik jou nu nog als meisje of als vrouw beter zou willen leren kennen, wat moet ik dan nog echt weten over jou? Ik heb een heel speciaal karakter. Als je mij niet echt kent, kan ik heel raar uit de hoek komen. Ik ben een heel lief meisje, ben heel sociaal en ik heb hele goede vriendinnen die ook achter mij staan. En als je mij leert kennen, ben ik echt een super meisje. Oké. Wij gaan, bedankt dan in ieder geval voor dit interview. En ik wens dat supermeisje nog heel veel succes dan. Hè. Ja, dankjewel. Alsjeblieft.